we gaan vandaag kijken naar Dennis Bier. Ja, het is er nu naar. Missie. Oh ja? De regio's? Ja. Dumfries doet het boekje open. Mijn carrière weegt toen zwaarder weg. Lekker vorm. Moet hij maar naar Feyenoord gaan, die kankernegen. Maar goed, dat is met John van der Brom. Goedemiddag, Arie. Jaap Stamcafé. Ja, fantastisch, jongen. Ja? En waarom heb je mij hier eigenlijk laten komen? John, daar heb ik een hele goede reden voor. Let op, kijk even met me mee. Hoe wordt men Europees kampioen? Erwin, vertel het je. De derde helft om terugkomen. Met z'n allen, ja, een biertje drinken aan de bar. En Dennis moet een keer dronken worden. Dat is heel goed wat ik daar hoor. Ja. Dennis, hoor je het ook? Jij moet een keer goed dronken worden. Dus een keer tik, 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 die glazen achterover. Dennis, zeker, zeker. Erwin zegt, Jan Wouters. Maar doet dat niet zoals Erwin, dat hij overdreven het weer. Hij moet een keer dronken worden. Oh, Dennis moet een keer dronken worden. Na een mooie overwinning moet je een keer dronken worden. De groep van 88 werd wel eens een keer goed dronken. Wet. Regelmatig goed dronken. Gewoon samen af en toe eens even... Hier, Hans van Breukelen. Dennis, heb je hem nou weer gehoord? Teambelang, vorm en dronken worden. Af en toe. Kijk, dronken. Ben je Europees kampioen? Absoluut Europees kampioen. Jan, zeg dit. Ja, duidelijk, hè? Het is duidelijk, hè? Af en toe even dronken worden en dan word je Europees kampioen. Ja, als je naar die jongens luistert... Ja. Was toen Van der Brom toespeler van Ajax, Vitesse? Ik dacht Vitesse. John, ik dacht bij mezelf, laat ik maar opslaan. Laat ik de taak op me nemen om het te regelen. En als je dan heel goed... Lijkt als Van der Brom de opvolger moet worden van Ten Hag. Eén naam hebben. En wel... Dennis Bier. Dennis Bier. Ik denk dat met dit bier het Nederlands elftal fluitend Europees kampioen wordt. Fluitend? Ja, maar ik moet wel zeker weten... Of dit bier ook goed is voor de jongens. En jij als oud oranje klant, John. Ga het proberen voor jou, Harry. Dan gaat hij open. Oh, oh. Bier met kracht. Ja. Oh. Is schil, het Dennis bier EK-proef? Ja of nee? Nou, dat gaat mooi zo. Oké, John gaat hem testen. Wat een spanning weer, hè. Wat een spanning weer. We hebben het al eerder gehad. Was het Sabine of was ik het? Was het een douchegordijn of was het de Bijbel? En nu weer, is dit bier goed of niet? Ho, ho, wat een dilemma's! Nou, John, als die pauw het zou zien, hè? Nou, even wachten, want je bent zo enthousiast, maar het is eigenlijk... Nee, het smaakt niks. Is het niet goed? Nee, het is nog niet goed. Ik ben blij dat het nog geen zomer is, hoor. Teleurstelling, zeg! Er moet, wat mij betreft... Mensen op één rij. Hop, hop, ik zag het. Vooral, ja, wat pittiger. Dus meer hop? Nee, ja, er moet meer hop in. Meer hop? En hij moet pittiger. En pittiger. Dus dat is jouw... Ja, je hoort de muziek van Guus Meeuwis. Nou, dan ga ik dat maar proberen. We gaan ervoor door, zeg iedereen maar gedag. Tot ziens. Tot volgende week. Tot volgende week. Dag.